Welkom bij Supercats in 3 minuten. Supercats is een partyspel voor 3 tot 6 spelers vanaf 8 jaar en het duurt maar een kwartiertje, dus perfect voor tussendoor. Absoluut, en we hebben het gespeeld een aantal keer en we hebben gelachen. Ja, het is gewoon super grappig. Het is super grappig, ja, en dat is ook de bedoeling, denk ik. Ja, tuurlijk, het is een partyspel. Absoluut. En het spel speelt zich af in 2 fasen. En in fase 1 probeer je zo snel mogelijk al jouw kattenkaarten om te draaien naar de Supercat versie. Ik ben bijvoorbeeld deze supercoole roze. Ja, en ik ben deze, even zien, dat ben ik. Groen ben ik. En dat doe je op de volgende manier. Bij een ronde ga je allemaal aftellen met Supercat. En daarna moet je een getal met je vingers aangeven. Zo kunnen we wel even voordoen misschien. Ja. Supercat. Oké, het gaat er nu om wie het hoogste heeft. Marieke heeft 3, ik heb 1. Dus Marieke wint en dan mag zij de actie uitvoeren die bij dat getal staat. Dus in dit geval mag ze eentje omdraaien en is ze dus een stukje dichter bij haar superheld. Ja, en voor elk getal is dus een andere actie. En natuurlijk heeft het niet alleen maar zin om altijd maar 5 te kiezen. Want als iemand hetzelfde getal aanwijst als dat jij aanwijst, dan telt hij niet. Inderdaad. En het leuke is, als je als eerste dat voor elkaar gekregen hebt, dan heb je nog niet gewonnen. Nee. Want stel je voor, het is mij gelukt om ze allemaal om te draaien, dan ga je door naar de tweede ronde van het spel eigenlijk. En daarbij gaat de held, in dit geval zou ik dat zijn, het opnemen tegen Robodog. Ja, en dat ben ik dus. Nou, nu gaat het eigenlijk hetzelfde. We tellen weer af, maar nu met Robodog. Klaar voor? Oké. Okay. Ja. Robodog. Oké, dit is voor mij gunstig, want nu moet ik als superheld proberen een uniek nummer te noemen. In dit geval 1, dus daarom mag ik eentje omdraaien van Robodog. Als ik ze allemaal heb omgedraaid, win ik. Maar als ik een gelijk getal genoemd heb, als bijvoorbeeld Marieke, dan moet ik zoveel kaarten zelf omdraaien als het aantal spelers dat hetzelfde getal hebben genoemd. Dus in dit geval zou dat 1 kunnen zijn. En als ik weer helemaal een normaal poesje ben, dan verlies ik. Ja, precies. En ik probeer nu natuurlijk te strijden met Robodog en dat met de andere spelers. Want zoals gezegd is het vanaf 3 spelers. En daardoor is het voor jou eigenlijk fijner om een hoger getal te noemen, want dan gaat dit natuurlijk sneller. Ja. Maar ja, als je steeds een hoger getal kiest, dan is de kans groot dat een van de andere spelers dat getal ook kiezen. Ja, en dan schiet het dus juist niet op. Dus het is een hele spannende strijd. Absoluut. Ja, het is echt lastig. Het is ook heel verschillend. Aan de ene keer probeer je uniek te zijn en in de tweede ronde probeer je ook weer andere getallen te noemen. Dus daardoor vind ik het echt een heel leuk partyspel. En jij? Ja, het is gewoon super grappig, want dat aftellen en dan ben je natuurlijk benieuwd welk getal andere spelers hebben. En nou, dat levert altijd hilarische situaties op. Dus als je zin hebt in een grappig partyspelletje voor tussendoor of om met je vrienden te spelen, dan zou ik zeggen Supercats zeker even uitproberen.